Denk je eraan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Lekker onder de mensen zijn, een zinvolle bijdrage leveren op flexibele basis en tegen een vrijwilligersvergoeding? Luister dan naar Safia. Zij is vrijwillig wooncoach bij Woon. Ik ga haar nu een aantal vragen stellen. En wat doe je dan met zo'n huisbezoek? Ja, ik ga op huisbezoek bij de ouderen om te informeren over de mogelijkheden. Zodat ze langer bij hun eigen huis kunnen wonen. Bijvoorbeeld, kun je daar een voorbeeld van noemen? Misschien verhogingen in hun huis, bij de badkamer, of een handvat. Dus de huis geschikt maken voor de senioren. Ja, ik vind het eigenlijk een fijn gevoel dat ik mensen kan helpen. En volgens mij is er nog iets bijzonders aan de hand met de taal. Ja, ik ben zelf Turks. Ik vind het ook wel fijn als ik Turkse mensen kan helpen met mijn eigen taal spreken en hun informeren over de faciliteiten. Moet je er ver voor reizen om dan bij iemand thuis advies te geven? Nee, dat is eigenlijk in je eigen buurt. Dat is ook wel fijn eigenlijk. Zou je tegen mensen willen zeggen die ook wooncoach willen worden? Het is echt leuk, zinvol en het is ook flexibel. Dus het is fijn te combineren als je ook daarnaast werkt, net als mij. Wat is je normale werk? Ik werk bij de kinderopvang, 3 dagen per week. En daarnaast doe ik wooncoach. Farsana, is er ook een vrijwilligersvergoeding voor? Ja, zeker. Het is €15 per bezoek en huisbezoek is een uur advies en informatie. Hoe kunnen mensen zich aanmelden als vrijwillige wooncoach? Er is ook zo'n flyer op de website van Woon. Heb je nog een mededeling? Ja, bij deze deel ik graag mee dat er is nog ruimte voor nieuwe wooncoaches. Met name met Turkse en Marokkaanse achtergrond. Bijvoorbeeld in de stadsdeel Noordwest en Nieuw-West op dit moment. Dankjewel.